Nou, welkom bij aflevering 24 van Onscast, de podcast van Ons zonder Breugel, week 5 2021. Mijn naam is Rutger van der Heijden en vandaag als gast heb ik Remco Heeren. Goedemorgen. Goedemorgen, ja, het is nog vroeg. Ik heb jou net al koffie gegeven, want... Dat was nodig, ja. Zo vroeg op de zondagmorgen. Ja, ja. Jij bent hier dadelijk om meer tekst en uitleg te geven over Ons Crutjesgatquist. Ja. Maar we beginnen de uitzending altijd met het nieuws van de afgelopen 2 weken. Ik weet niet of dat je het nieuws van de afgelopen 2 weken een beetje bijgehouden hebt. Ik hou het nieuws heel goed bij, ja, kan ik je vertellen. Dat geloof ik ook wel in jouw activiteiten hier binnen het dorp, dat je dan graag op de hoogte wil zijn. Ja. Nou, we beginnen met het coronanieuws van de afgelopen 2 weken. Nou, ik weet niet of dat je het weet, dat ik iedere dag de nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames en zo bijhoud. Ik zie ze voorbij komen. Precies. 2 weken geleden waren het 40 besmettingen en 2 personen overleden helaas. Week 4 waren het 31 besmettingen en is er ook 1 persoon overleden. Beide weken niemand naar het ziekenhuis. Dus in 2 weken 3 dorpsgenoten minder. Dat is natuurlijk altijd jammer. Hoe ga jij daarmee om met de corona de afgelopen maanden? Ja, ik zit al, als ik dan werktechnisch kijk, eigenlijk vanaf maart vorig jaar al op halve kracht te werken. En dat geeft zelf veel cursussen en trainingen. En je kunt je voorstellen dat dat allemaal uit den boze was. Daarnaast werk ik voor een bedrijf in België, wat in België gevestigd zit op ons hoofdkantoor daar. En in België gelden weer andere regels als in Nederland. Dus wij schipperen ook heel veel tussen de regels. Op het ene moment is Nederland heel streng en dan hebben we daar last van. Maar als België heel streng is, dan hebben wij daar ook last van. Dus dat is 1. En tegelijkertijd nu met de scholen. Ik heb ook nog eens 2 kinderen. Eentje op het middelbaar onderwijs en eentje op de basisschool. Die zijn ook thuis. Dus dat is aanpoten om dat en te combineren met werk, want mijn partner die werkt ook nog steeds 3 dagen. Dus 3 dagen ben ik er ook voor de kinderen. Dus ik kan me heel goed voorstellen hoe dat voor ouders moet zijn. Ik ben heel blij dat we enigszins nu de overheid heeft aangegeven dat hopelijk de 8e echt de jongste weer lekker naar school kunnen. Want die zijn daar ook echt aan toe, denk ik. Ik merk in ieder geval aan onze kinderen, die missen school enorm. Ja. En dat had ik niet verwacht. Ja, al de hele dag naar papa luisteren. Nee, dat gaat ook vervelen. Ja, precies. Dat snap ik. En als ik zo zie wat er in de pijplijn zit, dan kunnen ze binnenkort weer naar school. Laten we het hopen, want ze zijn er echt aan toe. En ze missen zijn vriendjes, ze missen school, ze missen de juf. En ja. Ook op afstand daar leren, hoe goed bedoeld ook, is nooit wat een school kan bieden als ze daar fysiek zijn. Ja. En ik had iets in mijn hoofd. Ik ben het alweer vergeten. Ik ben geen presentator zoals jij. Ja, nee, helaas. Nee, ja, ik weet het weer. Ik maak op zondag altijd de balans op van hoe zijn de coronabesmettingen deze week. Nou, deze week zitten we als vandaag de cijfers meevallen onder de 30. Dus dat is relatief gezien mooi. Gelukkig. Hopelijk gaat het de goede kant uit. Ja, precies. Misschien dat de lockdowncijfers dan, of die avondklok dan wel goed heeft geholpen. Ja. Van Zonnebreugel in ieder geval. Nou, ook een onderwerp dat in de gemeenteraad regelmatig voorbij is gekomen. Jij zit ook in de gemeenteraad natuurlijk, ja. Namens Dorpsvisie. 5G. 5G, ja. Ja, ik heb opgezocht welke antennes in Zonnebreugel al gebruik maken van 5G. Want mensen hebben een beetje het gevoel van het is nog ver van mijn bedshow. Maar eigenlijk is het er al. Ja, want ik heb toevallig zelf een telefoon die 5G kan doen. Dus ik weet dat we het hebben in Zonnebreugel. Ja. Of het nou heel veel sneller is, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar dat kan ik zo niet beoordelen. Maar... Ja, de nu geldende 5G, zou ik maar zeggen, die op deze antennes zijn geplaatst, die zijn ongeveer 20% sneller dan 4G. Okay. Dus het is nog niet de snelheid zoals ze het graag adverteren. Oh. Nou, het is snel genoeg hoor, voor mij in ieder geval. Als je op de site kijkt bij het artikel, dan probeer ik het ook een klein beetje uit te leggen. Ja. Maar er zijn dus 5 zendmasten in Zonnebreugel die gebruik maken van 5G. Onder andere bij de landing, op Eckersrijd zijn er 3 stuks. Ja, kijk op de site voor de locaties. Ja. En ik meen dat jullie binnenkort vanuit de gemeenteraad ook daar een avond voor organiseren. Ja, volgens mij wel. Dat is niet helemaal mijn expertise. Dus dat zal een collega van mij doen. Ja, ik laat me graag informeren. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik ben
Dan ben ik 2 weken geleden ook gebeld door Bas Konijn. Die had een leuke actie in het leven geroepen. Die zag dat mensen minder gingen bewegen. En die wou graag wat positiviteit brengen. Dus je zei van, nou, ik hang in het centrum, rondom het centrum hang ik wat briefjes op. Kunnen mensen een opdracht doen? En als ze die opdracht uitvoeren, dan kunnen ze een leuke prijs winnen. Nou, als jij de opdrachten volgt die onder andere hangen bij de kiosk, het Oranje Veld, bankje bij de dames en bij sponsor van de actie Luva Wijnen, dan kun je kans maken op personal trainingen of fles wijn. Kun je niet even wijn liefhebber? Absoluut, absoluut. Ja, ja, ja. Nou, moet je even in het zweet werken. Okay. En dan, is het alleen voor volwassenen of is het ook met de kinderen te doen? Er zijn 3 verschillende gradaties uit mijn hoofd en dan zit dus een gradatie bij die kinderen heel makkelijk kunnen doen. Maar voor de echte sportliefhebbers zit er ook een ik doe al met de kinderen mee. Heel goed. Nou, je weet, rondom het centrum hangen die briefjes. Oké. Dan de sportverenigingen en organisaties in het dorp, die hebben het hartstikke moeilijk natuurlijk. Corona, net als iedereen. Ja. Nou, die hebben bij de gemeente aangeklopt. Die zeggen van, wij hebben hulp nodig. Nou, de gemeente heeft gezegd van, wij gaan helpen als dat nodig is. Totaal hebben ze €72.000 aan steun toegezegd. Onder andere 2 maanden pacht is kwijtgescholden voor SBC. Kuipersbeheer, die heeft een financiële injectie gekregen en die kan extra steun krijgen de rest van het jaar. Zonsport hoeft een maand geen huur te betalen. HTC Hockey heeft een investeringssubsidie gekregen om hun faciliteiten weer coronaproof te maken. Nou, laten we hopen dat het helpt om in ieder geval die verenigingen overeind te houden. Verenigingen en organisaties. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is voor zo'n levendig dorp als wij dat niet verloren gaat. Ja, wij zorgen altijd goed voor onze mensen. Nou, dan hebben we het ook nog gehad over ons Crutch Gat Quiz. Gaan we daar natuurlijk uitgebreid over hebben. Heel dus, graag. Dus die slaan we over. Dus ja. Slaan we over. Ja. Er was ook nog een online muziek bingo van de Lef Groep. Die was op 27 januari. Daar kon je jezelf voor aanmelden. Die is al geweest. Dus ik kan het er uitgebreid over hebben. Maar ik heb ook geen uitkomst van hoe leuk het was. Kan ik je ook niet mee helpen? Nee, heb je niet meegedaan? Nee, ik heb niet meegedaan. Ik weet ook niet of de doelgroep was overigens. Hoor. We waren jongeren. Ik weet dan, niet, helaas, daar hoor ik denk ik niet meer bij. Nee. Je bent zo jong als je jezelf voelt, toch? Oh, dan wel. Ja, en dan toch wel het nieuws van afgelopen week dat het meeste stof deed opwaaien. De oproep tot rellen op Eckersrijd. Ja, jouw gezicht spreekt boekdelen, denk ik. Ja, ik heb Omroep Brabant natuurlijk al zitten volgen van wat er allemaal... en sowieso natuurlijk de media van wat er de laatste tijd in ons land gebeurt. Toen was het nog ver van mijn bed. Toen was het in Eindhoven, toen was het in Amsterdam. Maar nu was het dus ook een oproep om het op Eckersrijd te doen. Ja. En hoe is dat aan het licht gekomen? De burgemeester die heeft een e-mail gestuurd aan ondernemersvereniging Eckersrijd. Die heeft verspreid onder hun leden van, deze signalen zijn er. Ik heb die mail ook gehad, want ik krijg die nieuwsbrieven van de OVE. Dus ik heb dat gepubliceerd. Uiteindelijk bleef het heel rustig. Politie die reed hier op Eckersrijd rond. Ook beveiligingsbedrijven die waren proactief en zichtbaar aanwezig. Zo rond Omroep Brabant waren hondenteams, hondengeleiders waren echt zichtbaar bezig. Want Omroep Brabant zou een van de doelwitten zijn van de rellen. Dus uiteindelijk is het rustig gebleven. Maar mijn mailbox was niet rustig. Ik had vanuit de gemeente een dringende oproep gekregen om het bericht vooral te verwijderen. Maar dat heb ik geen gehoor aan gegeven. Ik vind als ondernemers op Eckersrijd mogen weten, dan mag de rest van het dorp het ook weten. En ik vind het ook belangrijk dat zulke informatie gedeeld wordt. En er is het laatste woord nog niet over gezegd, ben ik bang. En dan over als laatste onderwerp. Het burgemeesterschap van Hans Gaillard. Binnenkort hebben jullie in de gemeenteraad het over de vertrouwenscommissie die jullie samen gaan stellen. Ja. Nou, ik ben die vertrouwenscommissie voordat het überhaupt gevormd is al voor. En ik vraag van, wat vinden jullie ervan? Ja. Iedere 6 jaar moet de burgemeester herbenoemd worden. De burgemeester heeft aan, dat wil ik graag. En de vertrouwenscommissie gaat daar dan over in gesprek. In die vertrouwenscommissie willen ze dan graag alle fractievoorzitters hebben. In jullie geval zal dat Jelle de Jong zijn. Ja.
Tenminste, dat is het voorstel. Ja. Nou, ik vroeg aan het dorp van, wat vinden jullie? 48% zei ja, het doet er nog maar 6 jaar bij. En 52%, dus een heel kleine meerderheid eigenlijk maar, die zei van nee, we willen graag een andere burgemeester. De vertrouwenscommissie, misschien dat ze die informatie mee gaan nemen. Maar zij gaan uiteindelijk in gesprek, onder andere met commissaris van de Koning, of dat ook gaat gebeuren. Ja, zij zullen een advies uitbrengen inderdaad. Ja, ik heb, de procedure ook in een nieuwsbericht erbij geschreven. Dus ben je daarin geïnteresseerd, dan kun je daar gewoon even nalezen. En dan hebben we het nieuws van de afgelopen 2 weken gehad. Ik weet niet wat jij vindt, maar ik heb een beetje een droge mond gekregen. Nou, inderdaad. Ja. Dus ik denk dat wij even een glas water gaan drinken en dan zijn we zo terug. En dan gaan we het hebben over Ons Krutje Gaat Quest. Ja, leuk. Tot zo. Nou, ik heb mijn koffie op en zijn we weer klaar voor het tweede deel. En dan gaan we ons focussen op Ons Krutje Gaat Quiz. Ja, ja, leuk. Hoe is het idee ontstaan voor deze quiz? Nou, we hadden natuurlijk onze reguliere dorpsquiz natuurlijk. Die eind vorig jaar gepland stond. En vanwege natuurlijk de COVID-19 niet in de huidige vorm zoals we die altijd deden door kon gaan. Daar is toen het Thuis voor de Buis quiz concept naar voren gekomen. Zodat mensen gewoon vanuit zijn eigen woning mee konden doen. Digitaal voor de televisie. En dat was eigenlijk een daverend succes. En meteen daarna ontstond eigenlijk het idee van ja, als carnaval niet doorgaat, dan is dit misschien een optie om met carnaval ook een quiz te doen. Alleen dan natuurlijk als onderwerp het carnaval in Krutjesgat. En zo was dat idee eigenlijk ontstaan. Ja, en dan begint er een heel traject van hoe gaan we dat doen. We moesten destijds uitwijken naar Maarhezen natuurlijk. En het liefst hadden we natuurlijk dat we alles hier in eigen dorp kunnen doen. Dus we zijn uiteindelijk met Folo ook in gesprek gegaan. Ja, Folo was op dat moment ook nog niet plekken waar dat ze nu zijn. Nee, en die precies. Die op dat moment konden hun ook ons niet faciliteren op de manier zoals we dat wilden. Dus we zijn met Folo ook daarover in gesprek gegaan. Van goh, wij zouden het heel erg leuk vinden als we gewoon lokaal dit kunnen doen. Dus met lokale partners. Als je ziet wat hun de afgelopen maanden allemaal gerealiseerd hebben. Hebben een vrij lange aanloop gehad. Maar nu gaat het gewoon hartstikke goed met wat ze doen. Ze hebben een prachtige studio. En we zijn er ook wezen kijken. Aankomende week zullen we ook alvast gaan testen. En noem het allemaal maar op. En als het goed is, moeten we dus dadelijk gewoon vanuit ons eigen dorp een prachtige show neer kunnen zetten. En nou ja, wij hopen natuurlijk op heel veel deelnemers. En aan ons zal het niet liggen in ieder geval. Wij hebben heel veel leuke ideeën. Sommige dingen die blijven nog heel eventjes geheim. Maar ik zou iedereen aan willen raden, schrijf je in. Want het wordt echt een hele leuke avond. Ja, je grijpt terug op Ons Dorp Quiz Thuis voor de Buis. Wat jullie in september of oktober, staat me zo niet bij wanneer het was. Oktober volgens mij. Ja, dat was een heel ander concept. Ja. Nu is het weer anders dan anders eigenlijk. Nou ja, kijk, wat voor de organisatie, en dan spreek ik, want we doen het samen met carnavalsvereniging De Krutjeschrapers. We hebben ook die samenwerking gezocht kunnen we samen niet iets doen natuurlijk, omdat carnaval helaas niet doorgang kan vinden in de vorm zoals we die graag hadden gezien. Waarvoor de organisatie van de quiz, in ieder geval van Ons Dorp Quiz, belangrijk is dat we gewoon een kwalitatief goede quiz hebben. Daar draait eigenlijk alles om. De hele avond is ook gericht op de quiz, dus het is echt voor mensen die van vragen houden en zo. En daarnaast hebben we natuurlijk een leuke omlijsting van die avond. Zodat het ook voor het oog een beetje leuk is. En niet sec alleen maar vraagjes oplezen is. We hebben een team van de Krutjesrapers die avond aanwezig met z'n tweeën. Dus twee echte carnavalsvierders. En daar word je eigenlijk mee uitgedaagd om het daar tegenop te nemen. Zeg maar een beetje Beat the Champions idee. Dus het is Sonnenbreugel versus de twee afgevaardigden van de Krutjes. Schrapers. Precies, zo zou je het kunnen zien. Oké, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Wordt er een vraag gesteld en moeten beide partijen dan antwoord geven? Nou ja, ze zijn daar met z'n tweeën. Die krijgen dezelfde vraag op hetzelfde moment voorgeschoteld als dat het publiek dat krijgt. Wij zien uiteraard, en het publiek ziet ook uiteindelijk wat het goede antwoord is. Dat gaan we ook direct kenbaar maken. En dan gaan we natuurlijk ook in gesprek met onze experts, zal ik dan maar noemen. Van jongens, wat hadden jullie hier geantwoord? En kijken of ze het ook goed hadden en wisten. Dus de exacte invulling zijn we nu aan het schaven en aan het fine-tunen.
tunen, zeg maar. Maar dat wordt leuk. En dan ben ik ook heel erg benieuwd hoe goed zij het gaan doen en hoe goed Zonnebreugel het weet. Okay, heb je misschien nog tips voor de mensen thuis die om zich voor te bereiden? Nou ja, kijk, het is niet dat je natuurlijk een diehard carnavalvierder moet zijn. Het moet toegankelijk zijn voor iedereen. Maar het is, je moet wel een klein beetje kennis van Krutjesschat natuurlijk hebben. Carnaval in zijn algemeenheid natuurlijk. Dus het onderwerp moet je wel aanspreken. Dus het gaat niet alleen over Krutjesschat, maar het kan ook over carnaval in het algemeen. Er zullen vast en zeker ook vragen over carnaval in het algemeen zitten. Uiteraard ligt natuurlijk wel de nadruk op Krutjesschat. Ja. Dus ja, kun je je voorbereiden? Ik denk het wel. Ga diep terug in je geheugen. Kijk heel even op internet. Zorg dat je de oud-prins in ieder geval nog uit je hoofd kent. Wellicht zorg dat je volgende week nog heel eventjes van de krutjeschapers die de zittingsavonden gaan uitzenden, dat je daar terugkijkt. Wellicht kun je daar iets... Dat is een tip. Nou ja, weet ik niet, maar ik kan me zomaar voorstellen dat je daar informatie nog kan vinden. Dus ja, doe daar allemaal je voordeel mee. Oké, en je hebt bij ons op Quest maakten jullie gebruik van bepaalde technieken. Wat voor techniek ga je nu gebruiken zodat mensen een antwoord kunnen geven? Ja, eigenlijk werkt het hetzelfde. Je hebt weer twee devices nodig, zeg ik heel even uit mijn hoofd. Uiteindelijk krijgt iedereen natuurlijk die zich ingeschreven heeft een keurige beschrijving wat de bedoeling is. Dus één device die je aansluit, al dan niet op je televisie of zo, om het nog groter te zien, waarbij je het beeld ziet. En je hebt één device waarmee je je antwoord invoert. En het is gewoon meer keuze, dus wat dat betreft, je kunt altijd gokken. Die keuze is er altijd. En interactieve elementen, vorige keer was van stuur foto's in, was nog een speciale opdracht bij. Daar zijn we ook weer mee bezig. Dus mensen kunnen in ieder geval actief meedoen. Dus wat dat betreft heel graag foto's en filmpjes. Die kunnen we pauzes mee opvullen. Ik begreep zelfs, maar correct me if... Nou ja, jij weet het ook nog niet. Maar als het goed is, kan er ook zelfs live mee. Ja, sms is niet meer van deze tijd, maar WhatsApp wel. Die berichtjes die kunnen in beeld komen. Dus wat dat betreft, om echt interactief mee te doen... Ja, absoluut en heel graag zelfs. Ja, ik ben benieuwd. Wanneer is het? Vrijdag. Vrijdag, het is op vrijdagavond. Vrijdag 12 februari, zeg ik. Ja, voor de mensen die vorige quiz, onze op quiz thuis voor de buis hebben gezien, hebben wij toen een video gemonteerd en er werd gezegd zaterdag. En toen was de quiz op vrijdag. Ja, en dan zijn al de commissies gegaan en niemand heeft opgemerkt dat het op een vrijdag was. Nee, zo zie je maar. We zijn altijd heel, we vinden het heel belangrijk dat de vragen goed zijn en dat die kloppen. En helaas sluipt er dan een klein dingetje met de datum. Nee, maar het is dus vrijdagavond. Zaterdagavond is er ook weer iets. Volgens mij is zelfs de zondag. Dus wat dat betreft krijgen we toch het carnavalsgevoel hopelijk een klein beetje in Krutjesschat door al die evenementjes die al dan niet online voorbij komen. Ja, en je haalde ook al aan 6 februari de video van de zittingsavonden die op de YouTube kanaal van de Krutjesschrapers deelt getoren, waar dus mogelijk een hint in zit. Dus we hebben toch nog wat carnavalsactiviteiten. Ik heb er in ieder geval zin in. Ondanks de maatregelen. Ja, precies. Nee, we laten het niet zomaar voorbij gaan in ieder geval. Nee, dat moet je als Krutjesschat ook niet willen. Dat is iets wat je in je bloed zit en dat gewoon bij Zonnebreugel hoort. Precies. Dus het is toch wel fijn dat er mensen zoals ons dorp Quist die bal op willen pakken. En ik hoop dat mensen het leuk vinden en zich aanmelden en meedoen. En er net zoveel plezier van hebben als wij daar hebben. Hoe kunnen mensen zich aanmelden? Ga heel eventjes naar de site www.onsdorpquist.nl en daar staat een link om in te schrijven. Oké. Okay. Nou, allemaal doen. En anders gewoon even naar de socials gaan op Facebook en zo. En dan staat het allemaal aangegeven. Heel goed. Wellicht kan jij ook nog een keer een linkje straks op ons Zonnebreugel zetten. Ja, ik zet sowieso altijd show notes bij iedere podcast. Dus dan kan ik dan ook wel een link bij plaatsen inderdaad naar het aanmelden. Nou, dan kunnen we gaan afronden. Mooi. Vraag vrijdag hebben we het net over gehad. Iedere twee weken stel ik een vraag om een beetje te peilen. Nou, dan hebben we het net over gehad. Het ging over de herbenoeming van de burgemeester. 52% zei liever niet dat hij de komende zes jaar nog burgemeester blijft. En 48% zei ja. Dus er waren 115 stemmen tegenover 127 stemmen. Twee weken geleden ook nog quiz tijd. Dat is gewoon wat jullie eigenlijk doen met ons dorp quiz. Ik stel een vraag. Multiple choice kunnen mensen altijd opgeven in de story op Facebook en op Instagram. Ik had de vraag gesteld hoeveel inwoners Zonnebreugel had op 1 augustus 2020.
Ik zal je 16.673. Ik heb geen idee. Ik zal je drie opties geven. Oh. 17.465. Oeh, dat is ook te laag. 17.545 of 17.654. Nou, dat we in ieder geval al boven de 17.000 zijn, dat is voor mij al... Ik zat nog in de 16.000. Nee, ja, het zal 16.300 ongeveer zijn, denk ik. 17.465. Zo, ja. Dan zijn we flink. Ja goed, Sony's Park is bijna helemaal klaar. Dus dat heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat we flink gestegen zijn. Nou ja, hartstikke goed. Heel goed. Vraag voor vandaag moet ik nog even bedenken. Ik zie hier de voorzitter van Onze Op Quiz. Dus misschien dat er daar nog wel een... Bespreken we buiten de uitzending wel even. Dat is goed. Dan gaan we nog even vertellen waar ze allemaal ons kunnen vinden. Ons Zonder Brug kunnen we vinden natuurlijk op www.onszonderbreugel.nl. Facebook, Twitter, Instagram en YouTube kun je ze allemaal vinden op Ons Zonder Breugel. Waar kunnen ze ons door Op Quiz allemaal vinden? Nou ja, wij zijn volgens mij op Facebook. Nou, natuurlijk hebben we Facebook, een internetpagina. Volgens mij hebben we zelfs Twitter, Instagram. Volgens mij hebben we alles. Okay. podcast kunnen mensen vinden op onder andere Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts. De app kunnen ze downloaden van Ons Zonder Breugel op de Play Store en in Google Play. En dan sluiten we af. Dan dank ik jou voor je komst. Heel graag gedaan. Jij bedankt. Ja, en ik kan ook al vertellen wie dat er over 2 weken aan gaat schuiven. Kijk. Die persoon ken jij ook. Oh, wie schuift eraan? Joris van Dam schuift aan. Ah, leuk voor Joris. Doe hem de groeten. Ja, we komende paar uitzendingen gaan we in aanloop naar de verkiezingen met partijen praten die ook landelijk meedoen. En dan gaat Joris hier vertellen wat mensen zonder Breugel hebben aan een stem op GroenLinks of PvdA. Nou, hartstikke goed, denk ik. Probeer het toch een beetje lokaal te trekken. Kijk, helemaal goed. En dat is over 2 weken. En over 2 weken hebben we inmiddels ook de quiz gehad dan. Dus ik ben benieuwd. Allemaal aanmelden en dan zien we elkaar. Zie ik jullie in ieder geval over 2 weken. En wens ik jullie veel succes bij de quiz. Nou, heel veel succes met de voorbereiding en heel veel plezier. Dankjewel. Houdoe.